Wat zijn we nou hier aan het doen? Het zijn raampjes die we heel goedkoop op de kop hebben getikt. Mooie oude glas in lood raampjes. Want, we willen eigenlijk, we houden van duurzaamheid. Dus nou hoeft er voor ons geen nieuw raampje gemaakt te worden. En we houden van glas in lood ramen. Dus het enige ding is, het is wel goedkoop. Maar dan moet je er wel een tijdje in, wat tijd in steken om het op te knappen. Maar dat vinden wij op zich niet erg. En er hoeven nou geen bomen meer gekapt te worden voor onze nieuwe raampjes. Dus dat is ook in zekere zin je steentje bijdragen aan een wat duurzamer leven. Dat zijn hele oude raampjes. Dat kun je hier aan zien. Dit metalen koppelplaatje. Dat wordt eigenlijk tegenwoordig helemaal nooit meer gebruikt. En daarnaast heb je, even kijken, hier ook kun je dat nog een beetje zien. Hier hebben ze een verbinding gemaakt. En dat is gewoon een stukje hout wat ze door het raampje heen hebben gedaan. En in de verschillende plekken zitten allemaal verschillende stukjes hout. Dus het is niet dat er een gewone deuvel doorheen werd geplaatst die uit de fabriek komt. Maar echt, ieder stukje hout is weer uniek. Dus dat doet ons denken dat het een heel erg oud raampje is. Misschien wel uit de 19e eeuw of zo. En daarnaast zitten er, nou, ik denk wel meer dan een millimeter verf op. Dus het is een hoop werk om het eraf te halen. We hebben het eerst goed ingesmeerd met verfafbijt. En daarna met de verfkrabber en met de föhn. En zijn we alsnog een hele tijd bezig. Maar dan krijgen we wel een mooi raampje straks. Werkt het makkelijk? Ja, met de afbijt laat het al een beetje los en dan met de föhn erbij ook nog. Dan gaat het steeds makkelijker, dus nou krap je het er zo vanaf. Vooral voor die zijkant is het denk ik wel fijn dat je föhn hebt. Ja. Die hoekjes. Die kleine hoekjes en zo. Wel is het aanraden, als je dit wil gaan doen, dat je een kapje, een mondkapje draagt. Ter bescherming, want er zitten gewoon heel veel lage verf. Helemaal chemisch. Ja. Er kan bij het opwarmen van die lage verf chemische troep vrijkomen. Dat wil je natuurlijk niet in je longen hebben, in de lichaam. Het verschilt ook dat wij buiten staan, dus je vervliegt alles gelijk. Maar als je dit binnen doet, is het zeker aan te raden een mondkapje te gebruiken. Ja. Het enige gepriegel straks, dan gaat hier die randjes worden. Moet ik ook oppassen dat het raam niet heet wordt. Maar sinds wij de föhn gebruiken, gaat het echt stukken makkelijker. En dat scheelt echt enorm veel, want zo kun je namelijk... We hebben er nog een stuk of vier staan. Ja. Allemaal dezelfde ramen, hetzelfde formaat. We konden het in Gelderland bij een vrouwtje die ging verhuizen. Bij haar overnemen voor een bedrag van volgens mij, of was het een tientje of 20 euro per raam? Ja, zoiets. Dat is natuurlijk geen geld. 50 tot 100 euro, 5 ramen. Nou, je moet alleen de tijd erin steken. Of... En je moet het leuk vinden. En we moeten de kozijnen bij maken die om de raam te zijn passen.